Welkom terug bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Niels en vandaag zitten wij hier in Pokémon Platinum. Ja, de laatste tijd is er nogal heel wat gedoe over Pokémon Go. En ik had ook zin om Pokémon te doen, dus nu zitten we hier in Pokémon Platinum. Ik heb al een paar dingetjes gedaan. Ik heb bijvoorbeeld al een Pokémon, ik heb Chimchar gekozen. En ik heb ook al wat Pokéballen. En ook, ja, dat leek me een beetje saai om te laten zien, dus nu gaan we lekker wat Pokémon's vangen en battelen. Let's go. We gaan lekker lopen. We gaan een beetje proberen te levelen hier. Oké, we zijn al ons eerste slachtoffer tegengekomen. Het is een Bidoof. Wat een coole naam. Go Chimchar. Oké, eerst leer. Oké. We hebben hem. Oh, hij valt mij aan. Wat een vieze man. Oké, nu Ember. Ember. Tja. Dikke fik op hem. Oh, half health heeft hij nog. Hij gebruikt gewoon tackle op mij. Wat een motherfucker. Oké, hier gewoon nog een Ember. En dan gaat hij gewoon helemaal in de fik, die jongen. Ik ga deze Pokémon nog niet vangen, want hij is nogal heel waardeloos. Wild Bidoof fainted. 24 XP en ik ben level up, nice. Level 8. Heel goed. En nu gaan we verder. We gaan nog steeds hier in dit stukje gras even een paar Pokémonnetjes proberen te zoeken. Oh, en Starly. Die zijn wel best wel goed eigenlijk. Dus die ga ik proberen te vangen. Ik ga één keer Scratch doen. En dan gooi ik een pokebal op die vogel. Ik ga niet dood, ga niet dood, ga niet dood. Oké, nu kan ik hem denk ik wel vangen. Oké, zijn missed attacks, dat is wel mooi. Bag, ja. Yeah. Pokeballs. En een normale pokebal. Use. Kom op. Dan heb ik mijn tweede Pokémon gevangen. Mijn eigen eerste die ik heb gevangen. Oh, hij kwam vrij. Oh. Shit. Dan moet ik mijn masterbal gebruiken. Het is niet zo goed. Attack fail. Ik ga hem niet nog een keer attacken, anders ben ik bang dat hij doodgaat. Dus ik gebruik mijn premierebal. Of premierbal, weet ik veel. Die ga ik gebruiken. Misschien is deze beter. Kom op, blijf erin zitten. Kom op. Ja! Gotcha, ik heb een Starly gevangen. Ik ben nu heel blij. Oh ja, en ook mensen die het misschien afvragen. Hoe ik dit speel. Ik speel het op mijn computer. Met een Nintendo DS simulator. Of emulator. Waardoor ik dat gewoon zo kan spelen. Maar nice, ik heb deze Pokémon gevangen. Give a nickname to the cat Starly. Nee, nog niet. Zet maar in de comments wat jullie voor nickname willen. En dan zal ik die aan de Starly geven. Kom op, laat me. Ik wil battelen. Yes! Ik heb zo'n gevoel dat het weer een Bidoof is. Hé, hey, ik heb gelijk, jongen. En wat Bidoof heeft een pit. Go! Nee, ik wil geen Chimchar. Ik wil even nu met mijn nieuwe Pokémon battelen. Starly. Oh, wacht. Doet die toch maar niet. Die is een beetje slecht. Hij heeft niet zoveel levens meer. Doe maar één keer Ember. Gaat hij dood meteen? Oh, bijna. Dat was heel vies gedaan. Oké, nu ga ik Scratch gebruiken. Want die heb ik mee. Anders is al mijn Ember aanvallen meteen weg. En ik heb een Bidoof ook weer gedood. Ik ben gewoon te goed, mensen. Ik ben gewoon veel te goed. 24 XP points. Experience points, dat is wel mooi. En nu gaan we even terug naar de Poke Center. Want ik ga... Oh. Nog een Starly. Nu ga je dood, Starly. Nu ga je dood. En nu ga ik geen Starly meer in leven houden hoor.
Oké, gebruik Amber. Kom op, Jamjar. Gebruik Amber. Ga je nu dood? Ja, Stardies. Nu zijn Stardies er niet goed, maar als ze uiteindelijk de laatste evaluatie gehad hebben, de eindvorm, dan zijn ze wel redelijk goed hoor. Dan kunnen ze ook vliegen tussen vogels. Ik ben zo logisch. Oké, 14. 24 bedoel ik. Ik ga nu even naar de Pokécenter om mijn Pokémon's weer te laten regenen. Dan, ja, ik wil ze. Ja. Oké, doorgaan. Snel. Oké. We hope to see you again. Oké, ik kijk niet. Oké, wat ik nu ga doen. Als ik weet hoe dat moet. Hoe moet dat? Ik weet het. Hoe kom je in je tas? Ik weet het niet. In je bag. Ik moet mijn. Oh, hier. Haha. Ik heb het gevonden. Dus doe mij F of G. Boeien. Oké, we gaan even naar mijn Pokémon. En dan ga ik mijn Chimchar een andere naam geven. Kan dat serieus niet? Oh. Kan dat nou niet, een naam geven? Echt waar? Wat is dit? Wat is dit? Ik kon een naam geven aan mijn Chimchar. Oh nee, mijn Chimchar. Oké, mijn Chimchar. Summary, switch, item. Summary. Is dat het? Oh nee. Kan ik hem nou geen naam geven? Wat is dit nou weer, joh? Wat is dit? Chimchar, maar ik wil dat. Oké, ik heb er geen flauw idee hoe ik dit moet doen. Andere naam geven. Oké, boeien. Dan gaan we nu door met ons avontuur natuurlijk. Oh, nee. Nee, ik heb die controls niet helemaal in de gaten. Ja, nu kunnen we weer. Wat doet hij wijf nou hier? Down. Nee. We gaan ze mij laten zien hoe ik erin heb, hoe je er moet vangen. Maar ik heb er alleen gevangen. Dan hoef ik dit niet te zien. Tucht de weg. Use tackle. Oké, we gaan lekker kijken naar dit gevecht. Kei leuk. Een HP is down. Ze gaan die voor een pokeball. Klik maar. Of moet ik nou klikken? Nee, zei dat de andere kind moet klikken. Oké, maar die muziek die is wel lekker hyped hier hoor. Gewoon van die old school Pokémon muziek hier. Oké, ze heeft een Bido gevangen. Maar ik heb ook al een Pokémon gevangen. Dus wat probeert ze nou te laten zien? Down. Giggle. She isn't it neat. Bitch. Bitch, move. Ja, ik weet hoe je een Pokémon ontvangt. Ik ben niet zo'n noob. Ik heb vroeger ook Pokémon gekeken. Ik heb gewoon 3 seizoenen gekeken. Volgens mij, zoiets. Dus ik weet echt wel hoe ik Pokémon's moet vangen, hoor. Oh ja, meteen weer een gevecht. Maar nu ben ik er klaar voor. Bedoof. Nu pak ik mijn andere Pokémon erbij. Dat vliegbeest, Starly. Nee, waarom gooit hij meteen Chimchar op? Ik kan niet zijn Pokémon kiezen. Oké, Starly, nu ben jij aan de beurt. Summary. Nee, daar heb ik. Wat doe ik nou? What the fuck? Oh ja, ik heb niks gezegd. Oké, Chimchar, come back. Go Starly. Is dat
the wild Beedove use tackle. Oh my god, ik ben echt niet bang of zo. Bam, tackle, Stardy. Let's go. Oké, zoals het er nu naar uitziet, gaat dat beest mij doden. Ik heb twee Pokémonen. Tackle, use tackle. Kom op, Stardy. Oké, onze HP is... Als hij dit tackle blijft doen, dan ga ik dood. Hele goede aflevering dit al. Nee, niet tackle. Nee, nu ga ik dood. Skeer, Stardy, dom. Shite beest. Use next Pokémon. Natuurlijk, Chimchar dan. Chimchar, oké. Nu ga ik Scratch gebruiken. Tjaka, ik ben dood. Labidoof. Nu ben je dood, ja. Oké, ik krijg dan Stardy gewoon geen punten ofzo. Wat gemeen. Oh, ik draai me om en ik ben weer in een gevecht. Weer tegen zo'n stinkbidoof. Stink. Stinkbeest. Maar Chimchar kan het Chimchar in één keer neerhalen met een Ember aanval? Ik weet het niet. Als het een goede hit is, denk ik wel. Blijkbaar toch niet. Ga die tackle gebruiken, jongen. 3 HP van mij eraf. Ik haal hem nu neer met deze Scratch. Ja. Die is gewoon dood. Hij feint het. Oké, ik heb weer wat mooie XP erbij. En ik ben level up, dat is wel mooi. Dan heb ik ook wat meer HP erbij. Level 9, heb ik een nieuwe aanval gekregen? We gaan het zien. Chimchar learned taunt. Oké, we hebben een nieuwe aanval. Flauw idee wat taunt is. Maar het is een aanval. Oh. Zo'n stinkjog. You are a Pokémon trainer. Nee, ik wil niet. Moet ik echt per se met hem battelen? Hij gaat toch dood. Welke Pokémon heb jij, jongetje? Jongster. Een Stardy, level 5. Ik heb een Chimchar van level 9. Maar motten nou. Oké, ik ga mijn nieuwe aanval gebruiken. Taunt. Chimchar, use taunt. Oké, wat deed het nou? Het deed gewoon helemaal niks. Of heeft... Het deed gewoon helemaal niks. Nu gaat je ook gewoon in de fik, Stagli. Hoezo mag zij opeens aanvallen? Wat een bullshit. Ik brand jouw hele kop eraf. Ja. Weer Ember. Nu ga je dood. Hè, bitch. Ja, ja, ja. Nu heb je niks meer te zeggen, hè, jongster. Oh ja, lekker veel XP. Dat is wel mooi. En nog een level. Nee, ik moet nog iets van 70 of 80 XP. Wat nou? Oh, what the fuck? Ik krijg gewoon 80 geld. Niet van mijn moeder, maar van hem. Omdat ik tegen hem gewonnen had. Dan moet ik nou ook tegen haar vechten. I spy with my little eye, it's a trainer. Ja, oké, dan heb je... Ze zegt a battle please en dan mag ik niet eens kiezen. Ja of nee, nee, nee. Your chance by Las Natalie. Waarom heeft zij een Beedove? Die zijn zo skeer. Oké, nu ga ik het slim aanpakken. Ik gebruik eerst Leer, zodat zijn defense wat minder wordt. En dan gebruik ik Ember, dat hij hopelijk in één keer neergaat. Oké. Mis hem. Nee, nee, hij raakt me. Oké, en nu gebruik ik Ember. Bam. Gaat hij dan neer? Nee. Ik moet Chimchar wat beter gaan trainen. Nu word ik nog een keer Ember om het af te maken. Ja. Ja, nice. Ik heb van hem gewonnen. Dat is wel nice. Chimchar gained 61 XP. Oké, dat is wel mooi. Kom ik nu een nieuw level in? Nee, dan moet ik nog wat meer. Wat chill is, deze als ik tegen mensjes doe. Oh, ik krijg geld en ik heb ook nog eens levels erbij.
is. Dat is wel mooi. Ik ga gewoon... ja, weer gevecht. Ik ga gewoon zoveel mogelijk vechten dat ik... Oh, een Sphinx. Een Shinx. Die wil ik hebben. Die wil ik vangen. Ik heb nog Pokeball. Oké, Chimchar, doe maar een Ember op die... Oké, doe maar een Ember. Ga niet dood. Ga alsjeblieft niet dood. Ik ga je vangen, meneer. Ga niet dood. Ga je dood. Oké, nu kan ik hem echt wel vangen. Dat weet ik zeker. Hij zit in de rode helft. Dus dan kan ik hem als het goed is vangen. Bag. Ja, ga je bag pokeballs. Pokeball. Use. Pokeball. Go! Oké. Yes! Ik heb een Shinx gevangen. Ik heb echt gezien dat die Shanks, als die geëvolueerd zijn, dat die nog redelijk sterk zijn ook. Maar ik ga nu juist meer mijn Chimchar levelen. En anders ga ik eigenlijk nog wel terug naar die, al die Bido's. En dan ga ik die trainen. Nice, ja. Give a nickname to the card, Shanks. Nee. Laat die ook maar in de comments achter. Als ik, dan zal ik het doen als ik weet hoe dat moet. Dan laat ik jullie, dan doe ik dat wel. Weer zo'n mannetje, maar ja, level ik wel goed door. Let's have a Pokémon battle. Humph. I'm gonna win. No, you're not. Gaat niet winnen, kleine jongetje. Waar zat een youngster bij? Oh, een Burmy. Mijn Chimchar heeft niet zoveel leven, dat is het enige nadeel. Maar het is een plantsoort, dus met vuur kan ik die als het goed is redelijk makkelijk neerhalen. Want planten die gaan in de fik. Hier. One hit. One shot. Hoe zeg je dat? One shot, one hit. Boeit mij niet. 64 speel. Ja, level up. Nice. Hij is gegroeid tot level 9. Dat is mooi. You beat me. Ik krijg gewoon 80 geld. Voor het winnen. Wat is een gemene plantje? Zit er een Pokémon in? Een Bidoof. Een white Bidoof has a pet. Go Chimchar. Oké, excuus bij. Kan ik dit beest nu in één keer vernietigen met mijn Ember aanval? Hier, one hit. One shot. Ik one shot en nu allemaal met mijn Chimchar. Nu krijg ik maar veel minder XP van deze mensen. Ik ga hem nog niet aanvallen. Ik ga eerst even naar een Pokémon Center. Hoor met deze bitch praten. Eerst anders naar een Pokémon Center. En dan ga ik met State 5. Waar klikt ik op? Oh. En dan ga ik naar een... Oké, ja, ik weet... Ja, doei. Oh. Dan ga ik in een Pokémon Center even mijn Pokémon's laten healen. Nee, ik moet naar de Pokémon Center. Ik moet naar het Pokémon Center. Doe je nou? Ha. Ik lid als een rare meneer op een knopje. A mysterious mask. Man, oh, I beg your pardon. You can up. Ik hoef hier niks van te weten. Ik wil gewoon mijn Pokémon laten healen. Die Dawn. Oh, waar heb ik op geklikt? Ik ben gewoon op R aan te klikken. Had ze ook mijn shizzle ingesteld. Een VS recorder. Oh, cool. Ik krijg gewoon shit van die man. Dat is wel nice. Maar laat me nu naar de Pokémon Center gaan. Mijn Pokémon's gaan dood. Nee, down, nee. Ik ga niet met je mee. Oh, moeten we even nou nog. Ja, ik hoef niet naar een school. Ik ben de beste hier. Ja. I'm gonna be the very best. Like no one ever was. Voor iedereen die niet weet wat ik net zong, dat is echt mijn team song van de Pokémon.
Ik word gewoon de beste Pokémon trainer van de hele game. En ik ga gewoon de goedste Pokémensjes vangen. En dan kunnen ze niks tegen mij doen. Want dan ga ik gewoon Dialga of zo vangen. Ik weet niet of dat kan, maar dat ga ik wel doen. Oké. Okay. Fuck die school. Ik ga niet in de school toe. Oh, het ziet er fancy uit hier hoor. Oké. Okay. Ik denk dat ik ga even mijn F. Nee, dat was G. Het was G. Klik op G. G. Dan ga ik naar Pokémon. Dan ga ik even mijn Shinx switchen met Shimshar. Zodat als ik dan ga betten dat die Pokémon als eerste komt. Trouwens. Oké, er lag daar links nog een Pokémon, die ga ik zo pakken. Oh, een Wurmple. Ben die goed? Ik weet het niet. Anders vang ik het later nog wel alleen, maar nu gaat hij dood. Oké, Shinx, je bent wel een level lager. Maar ik hoop dat hij wel neergaat. Shinx intimidate kuts, terwijl Wurmple. Oké, dat is goed. Ik heb hem geïntimideerd. Ik kan alleen tackle, dat is goed. Kom op. Oh, die doet niet zo heel veel damage. Stringshot, dat is een redelijk sterk stringshot, dat weet ik nog. Maar toen ik deze game zelf speelde, echt iets van 8 jaar, nee, hoe lang? Het is 9 kreeg ik bij Nintendo, toen heb ik dit ook gespeeld. Kom op, je kan het, Shinx. Hoezo mag hij opeens attacken? Wat is dit voor een rare zooi? Kom op, dood hem, Shinx. Je kan dit, Shinx. Nog een keer tackle, dat is het enige aanval die je kan. Kom op, Shinx. Oké, ik sta voor. Hij heeft minder health nu. Nog een keer. Doe tackle, Shinx. Ja, hij is Shinx. Oké. Critical hit. Gewoon. Wow. Ik klik het op een cijfer en dan doet hij iets raars. Oké, nice. Hij rolt string shot. Maar dat doet eigenlijk geen damage. Want mijn speed is wel geveld. Maar ik gebruik tackle. Dan is hij bijna dood en dan heeft hij gewoon een level 3 Pokémon, een level 4 Pokémon neergehaald. Ja. Ja. Shinx, use tackle. Ja. Bam, jongen. Hij is gewoon dood, die Wurmple. Hier voel ik me echt goed. 30 XP points. Ah, hij is nog geen level up. Maar we gaan even nu naar die Pokéball die hier ligt. Niels found a Paralyze Heal. Oké. Okay. Mensen, nu we hier zijn, ga ik ook meteen de aflevering afsluiten. Als jullie de video leuk vinden, zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook zeker op dit kanaal als je meer van deze video's wil zien. En laat ook zeker de namen voor de Pokémon's van, even kijken, voor Starly en Shinx in de reacties. En ook voor Chimchar, maar volgens mij, ik denk dat ik daar toch eerder dezelfde naam voor ga kiezen. En dan zie ik jullie de volgende video. Later!